Vandaag weer een nieuw filmpje. Zoals je kunt zien, de kristallen zijn redelijk gegroeid. Ze zijn blauw door waarschijnlijk koperhydroxide. Dus ik heb gewoon koper in azijn gezet. En daardoor is het gaan oxideren. En daardoor is het water groen geworden. Maar de kristallen zelf worden er een beetje cyaan, een beetje blauw van. Zoals je kunt zien is hij aan de onderkant niet zo snel gegroeid. Ik denk doordat het gewoon simpelweg te vochtig is. Dus er valt, ik zal even naar beneden gaan. Er valt redelijk wat zout vanaf. Even kijken. Nou ja, al het blauwe, dat is in ieder geval nieuw. En voorheen is er ook gewoon wit zout vanaf gevallen. Dat is alweer mooi rood geworden door de roest van het bakje. Maar het zijn wel vette kristallen. Het is wel een mooie structuur geworden. En hierboven vooral. Ik kan nog een klein stukje verder inzoomen. Ja. Even kijken. Wordt maar weer lekker mooi scherp. Ja, nou ja. Het zijn vette kristallen. Ik ben wel verrast dat het zo naar boven toe groeit. Ik had eigenlijk verwacht dat het naar beneden zou groeien. Maar ja, zoals ik net al zei, waarschijnlijk is het te nat. Het heeft geen goede hechting. Dus het oudere potje wat ik hiernaast heb hangen. Ja, daar heb ik nog allemaal papier op zitten. Dus op het papier kon het gewoon hechten. Daarom is hij heel erg mooi volgegroeid. Bij deze is dat niet zo. Het is wel vet dat het zo op die touwtjes groeit. Dus dat is in principe gewoon nylon van de Action. En je kunt het zien hierboven. Het blauwe zit. Even kijken. Daar. Dat is gewoon zout, schoon. En wit. Dus zonder koper. Een plas later. Gaan de kristallen op een andere manier groeien. En wordt het dus echt 3D. Van plaats een schilletje komt het ook naar voren toe. Hieronder kun je dat goed zien. In principe is het gewoon plat. Maar je kunt wel zien dat er steeds meer haartjes en vormen op gaan groeien. Ik zal even kijken of ik naar beneden toe kan. Even van onderaf bekijken. In principe ook wel mooie vormen. Alleen dat is niet zo groot als ik hoopte dat het zou zijn. Want het idee was dus dat de touwtjes vocht van boven naar beneden zouden hevelen. Dat het zout mee zou gaan in het vocht. En onderin zou kristalliseren als vocht verdampt. Maar het gaat niet op het tempo dat ik verwachtte. Nou ja, alsnog. Vette vormen. Ik zal eens kijken of ik nog wat verder kan inzoomen. Nou ja, zover kan het. Het is allemaal op HD, dus als je beter wil zien kun je altijd nog op 720p afspelen. Nou, dit is nog even de oude. Ook wel vet. Het is wel leuk dat je wat bij deze veel meer de twee kleuren zijn te zien. Het witte. En het blauwe en hier bovenin ook nog wat geel. Ja, dat wordt inmiddels al een beetje overgenomen. Het geel is, je hebt gele kristal, geel en rode kristallen ontstaan gewoon met roest van ijzer. Gewoon het rood ervan. En het blauwe dus met het roest van koper. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Joep!